Wat moet die draad hier? Ik zit sinds kort op internet, opa. Daar heb je telefoonaansluiting voor nodig. Ja. Wow. Digitale tech-kerk. Laat ons ouderen in deze maatschappij dus niet alleen in de kou staan, we moeten er ook nog over struikelen. Ik dacht dat je in je Frans bezig was. Ja, dat ben ik ook. Ik voer op internet gesprekken met echte Fransen. Dan moet ik dus allemaal zinnen typen in het Frans. Ja, ja. Speel jij ook in een rockband? Wat Frans is dat? Ik dacht al, wat gaat dat Frans me in één keer makkelijk af? Geintje, ik moest even een pauze inlassen. Weet je trouwens dat mama ook op internet zit? Als je wil, kan je daar e-mailen. Wat kan ik met haar doen? Je kan haar e-mailen. Dan verstuur je een bericht per computer. Wil je weten hoe dat moet? Dan kan je mama zijn briefje sturen. Leuk, leuk. Ja, ja, eens kijken. Je start dit programma op met de dubbelklik. Dan klik je op File New. Vervolgens tik je je message. Blablabla, en klik je op Create Mail. Dan zoek je bij Select Address het adres van mama. Je import je message naar de mailbox en je klikt op Send. Heel eenvoudig. Ach, natuurlijk. Ja, als dat alles is. Probeer maar. Hè? Nou, nee, ik schrijf je moeder toch liever een briefje, hoor. Vind ik persoonlijker ook, eigenlijk. Dingen. Ja. Ja. Kom! Ga maar eens verder met de huishouding, hè. Ja. En ga jij nou eens de donder aan je Frans, hè. D'accord. Ja, opa. D'accord. Bom! Die verrekte draad, zeg. Kijk, schat. Op deze lijst moet je aankruisen wat op is. Als dan de leverancier belt, kun je gelijk doorgeven wat je nodig hebt om aan te vullen. Snap je dat? Ja, zo klaar als een bonbonnetje, hoor, Nico. Zeg, weet je waar ik me nou echt zorgen over maak? Nou? Maar of dat die bonbons nog wel goed zijn. Of dat ze niet bedorven zijn. Oh, maar hoef jij je maar geen zorgen om te maken, hoor. Nou, kijk, je moet natuurlijk altijd wel heel erg op tijd controleren of dat wel zo is. Kijk, deze bijvoorbeeld. Nee, ook daar is niks mis mee. Die zijn helemaal goed. Straks zijn we failliet voor ik terug ben. Ja, nee, maak jij er maar geen zorgen, hoor. Alles komt dik voor elkaar, hoor. Ik blijf dus tot maandag weg. Ja. Denk jij dat je dat aankunt? Nou, ik zal het er heel moeilijk mee hebben, Nico, want waar moet ik bijvoorbeeld eten? Harry Stevens, wat ben jij toch een romanticus. In plaats van dat je zegt dat je mij gaat missen en je zorgen maakt om de kindertjes, maak je je zorgen om je dagelijks brood. Ho, wie heeft het hier over brood? Nou ja, je bent gek, hoor. Je wil een patatje of een kroketje uit de hapkar, joh. Nee, geen patatje en kroketje uit de hapkar. Jij moet gezond eten. Veel groente en fruit is goed voor je. Ja, Nico. En ik zal je af en toe bellen op de zaktelefoon om te kijken of alles hier in orde is. Heel graag, Nico. Oh, zo even kijken of die in orde is. Doet het. Met Harry Stevens. Hey, wat leuk dat je belt. Ja, wat fijn, zeg hij. Ja, heel goed. Zeg, wil je Nicole ook even hebben? Daar komt ze. Oh, gestoord. Rick, die telefoon is alsmaar in gesprek. Zit jij de hele tijd te bellen? Min of meer. Min of meer? Hoe kan je nou min of meer zitten bellen? Ik zit op internet. Oh, nou kan je dan niet internetten zonder dat je die lijn de hele tijd bezet houdt? God, dat is een goed idee, zeg. Een beetje internetten met jezelf. Oh, ja, weet ik van hoe dat werkt. Is het trouwens een beetje leuk, dat internetten? Ja, echt wel. Ik heb gisteren een heel leuk meisje ontmoet. Typisch Rick weer, hoor. Ik dacht dat het bij internet om informatie ging. Maar nee, hoor. Rick gaat er achter de vrouwen aan. Ja, maar ik heb ook hele goede informatie over haar gekregen. De vader heeft een geluidsstudio en daar kan je cd'tjes opnemen. Dus ik ga proberen een gratis cd'tje te ritselen. Ah, San heeft net wat gevraagd. Op wat voor types van jij? Ik val niet zo op uiterlijkheden. Mij gaat het meer om het karakter. Oh, leugenaar! Dat is het antwoord al. Ik ook, maar toch vind ik jongens met blond haar het leukst. Kijk, dat gaat de goede kant op. Hé, hey joh, waarom spreek je eigenlijk niet een keertje dan met haar af? Dat is toch veel makkelijker dan dat gedoe op die computers en dan kan ik weer gewoon bellen. Afspreken, een blind date bedoel je? Ja, waarom niet? Het is toch hartstikke spannend? Woont ze hier in de buurt? Ja, in elk geval in Rotterdam. Nou, dat doe je dan toch? Je bent toch weer vrij man? Ja. Nou, ik vraag het er gewoon. Ja. Vind je het leuk om een keer af te spreken? Nou, ik ben benieuwd. Spannend is het eigenlijk. Straks wil ze helemaal niet, dan ga ik wel onwijs af natuurlijk, hè? Ah, gossie. Meneer is bang om afgeïnternet te worden. Hé, hey, kijk dan. Ze wil! Nou, zo zie je maar weer. Zelfs als de vrouwen me niet kunnen zien, dan vinden ze me nog onweerstaanbaar. Oh, je hebt echt helemaal gelijk, lullo. Wat is dit, hé?
Dat is vlees en trekt niet zo'n raar gezicht. En van wat voor uitgemergeld scharminkeltje is dat gemaakt? Ah, nee, ik proef nou eerst. Misschien is het best lekker. Heb jij dit gemaakt, Anna? Ja, dat heb ik gemaakt. Proef nou maar eerst eens even. Ja. Opas, we worden hier gebruikt als proefkonijn. Het is vast iets engs dat Anna tijdens een operatie bij een koe heeft weggehaald of zo. Echt, er is helemaal niks mis met het vlees, hoor. Nee. Ja, maar wat is het dan voor vlees? Oké, joh, zeur, Pieter. Dit is kunstvlees, gemaakt van soja en het is heel gezond. Kunstvlees, waar is dat goed voor? Was de slager dicht? Nee, helemaal niet. Het is gewoon heel gezond om niet altijd vlees te eten. Als iedereen nou af en toe zo'n stukje vlees nam, dan kunnen we ook die hele bio-industrie afschaffen. Het is wel genetisch gemanipuleerde soja, want anders eet ik het helemaal niet. Ja, probeer het nou maar. Het is best lekker. Ja, vooruit dan maar. Als mijn kleindochter de wereld wil verbeteren, wil ik er wel een handje helpen. Ja, ja, zo mag ik het horen, opa. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Daar hebben we ons cliché-mannetje weer, hoor. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Hoor je wel, ik kan ook mijn spreekwoorden. Oké. Okay. Lieve familie. Ah, ja. Hebben jullie nog wat overgelaten voor een hongerig meisje? Had nou even gebeld, dan had ik erop gerekend. Nu is het vlees op. Pap, ik heb de hele dag gebeld, maar jullie waren constant in gesprek. Moet je op rekening van je zoon schrijven? Oh, heb jij weer zitten surfen op internet, jongen? Ja, ik beken, mam. Het spijt me waanzinnig. En om het weer goed te maken, mag jij mijn vlees hebben. Ah, wat een waanzinnige zoon heb ik toch, hè? Ja, ik ben bang dat ik meer eigenbelang dan moederliefde is. Hoezo? Is er iets mis met dit vlees? Nee, helemaal niet. Echt niet. Mam, eet maar lekker op. Hallo, hier is Harry. Hey. Hallo. Zijn jullie aan het eten? Inderdaad, het is een merkwaardige gewoonte, maar tussen 6 en 7 eten de meeste mensen in Nederland. U heeft waarschijnlijk nog niet gegeten, hè? En u wilt waarschijnlijk ook even aanzitten. Nou, omdat u zo aandringt, zeg. Ja, ik kom alleen maar even mijn schuurmachine terugbrengen. Ja. Maar een hoppie, dat gaat er altijd wel in. Nou, Har, we delen mijn vlees, hoor. Oh, vind je het dan niet lekker, man? Jawel, hoor, ik vind het heerlijk. Oh. Maar Harry moet het ook proeven, vind je? Oh. Ja. Dankjewel. Nou, proef eens even. Ja, zo. En? Oh, dat is sojavlees voor de vegetarische hamburger. Ik heb er ook een doosje voor van gekocht voor de hapkar. Nou, Harry, dit gaat het dus helemaal maken. Oh. New age voer. Ja, maar vind je het ook lekker? Ja, als je honger hebt, weet je alles. Ik heb geen honger, dus ik eet vanavond wel wat als ik thuis kom, oké? Mag ik opstaan, opa? Nee, we zijn nog niet klaar. Nee, joh, opa, laat hem nou even. Hij moet zich nog optutten voor zijn afspraakje. Wat voor afspraak? Ja, dat is echt waanzinnig spannend. Rick heeft een blind date. Heb je een afspraak met een blinde? Opa. Een blind date is dat je met iemand een afspraak hebt gemaakt die je nog nooit hebt gezien. Oh. Dank je, Anne. Mag ik nu de antwoorden zelf weer geven, alsjeblieft? We weten dus niks over haar, hè? Alleen dat ze Sanne heet en dat ze hier ergens in de buurt woont. Zegt Tering, heb jij zo'n behoefte aan een meisje dat je het een blind probeert? Nee, gewoon zomaar voor de lol. Best wel spannend wat Anna zegt. Jong, maar als het nou een eng griezeltje is, wat dan? Oh joh, dat maakt Rick niks uit. Bij hem gaat het meer om het karakter. Ja, en om haar vader, want die heeft namelijk een geluidsstudio. En dan kan hij met zijn beentje een cd opnemen, voor weinig. Oh ja, is dat zo? Nou, daar is niks mis mee, dat bespaart de kosten. En als het nog een lekkere meid is, is dat mooi meegenomen, toch? Ja, zo zit het ongeveer, ja. Hey, weet je wat jij nodig hebt? Een manager voor 25% van al jouw gage. Harry, nee. Oké, 20% dan. Nee. Nee? Nou, 15% ben je van alles af. Nee. Harry, ik zie wel. Ik ga eerst maar eens met haar kennis maken. Zeg maar, als je nou niet weet hoe ze eruit ziet, hoe herken je dat dan? Ik ga gewoon midden in het café staan en roep Sanne. Degene die de vinger opsteekt, die is het. Ja, Rick, ik denk dat ze dan op een hele speciale manier de vinger opsteekt. Hé, doe Anna. Doe ik. Nou helemaal? Zo'n gebaar maakt een dame niet. Oh, nou, sorry hoor. Hé, Rick. Ja. Veel plezier! Hé, bij Anna! Ik doe niks. Hoi, ik ben Rick. Ik herkende je meteen. Zwart haar, rode trui, kan niet missen. Oh, hoi. Zit je al lang te wachten? Nee, hoezo? Mag ik erbij komen zitten? Nee, je zit toch al? Hé, rot eens even op, gauwzetje. Wat moet dat? Ik heb een afspraak, dus rot zelf op. Een afspraak met mijn vriendin? Hoe zit dat? Ik weet nergens van. Sorry, misverstandje. Hoe zit dat? Hoi. Jij moet Rick zijn. Ja, en jij bent? Ik ben Sanne. Sanne? Jij bent een jongen. Ja, wist je dat niet? Nee, shit. Ik dacht dat je een meisje was. Je dacht dat ik een meisje was? Ja. Sanne is toch een meisjesnaam? Ja, het is ook een jongensnaam. Wist jij dat ik een jongen was? Ja, natuurlijk. En je viel blond, zei je? Dat doe ik ook. Prachtig haar heb je. Dus
Jij bent van de verkeerde kant. Niet dat ik daar iets verkeerds aan vind, maar de andere kant bevalt mij beter. Ik val niet op jongens, sorry. Geeft niet. Niemand is volmaakt. Zullen we maar wat drinken dan? Ja, dat is goed. Zal ik even halen? Ja, pilsje graag. Ja. En die gozer die komt zomaar naar je toe lopen. Ik kan me konden keren of jij zit met een of andere Jan Lul te flirten. Nou ja, wie denk je dan niet dat je bent? Zo moet je niet tegen mij praten. Hè? Kijk jij maar eens naar jezelf. Wat nou? Ik bedoel, ik zit toch geen bootjes los te maken als jij even naar de toilet bent? En ik zeker wel. Weet je, jij kan naar die buis, maar je kan meters diep gehakt in zakken. Doei! Nou, wacht! En hier... Je bekijkt het! Jij gaat helemaal niet... Jij laat me los! Je loesje idioot, ik wil... Ik je loes, nee! Jij bent lekker te vertrouwen. Nou, hetero is ook niet alles. Nee, nou, proost dan maar, hè, op onze eerste ontmoeting. Ja. Goedemorgen! Zo, wat zie jij er strijdvaardig uit voor de zondagmorgen. Ik ga Piet namelijk helpen in zijn praktijk. Ah, hallo, u komt voor de zieke koe? Helaas, die is overleden en verwerkt. Mama, jij moet helemaal geen grapjes maken. Dat kan je helemaal niet. Zeker niet op de vroege morgen. Ik vond het zelf best wel leuk. Jij, pap? Als je over zo'n grap moet gaan praten, ja, Simone... Ja, dan blijkt die koe ook nog te zijn doodgegaan aan een gekke koeienziekte. Eet smakelijk. Zeg, als je nou weer eens een kalf van een koe trekt, dan moet je weer eens wat biest voor me meenemen. Ja, oké, open, maar niet vandaag. Vandaag hebben we alleen maar kleine huisdieren. Piet heeft dienst. Dienst? Kunnen die mensen niet de volgende dag komen met het zieke kanariepietje? Oh, maar voor die mensen is zo'n dier net als een kind, hoor. Ja. Ja, je weet niet wat Piet en ik meemaken, maar het is wel heel aandoenlijk om te zien hoe bezorgd die mensen om een diertje zijn. Ja, zoals die keer dat ze zijn spreekkamer wilden verbouwen omdat hij een hondsdolle kat had laten inslapen. Zo'n leuk verhaal is dat. Wel eens? Nou, Piet kon die mensen dus niet wijsmaken dat een kat hondsdol was. Oh, ze dachten dus dat Piet de boel belazerde. Snap je? Ja. Goedemorgen. Hey. Oh, ja. Hey. Is het mijn haar niet goed? Ja. Rick, vertel nou. Ja. Wat moet ik vertellen? Hey, kom nou op, joh. We zijn bloednieuwsgierig. Naar wat? Hoe was je blind date? Oh, te gek. Ah. Is ze blijven slapen? Nou, dan zetten we er gewoon een bordje bij, hè, moderne opa? En nou, de eerste avond al, zeg, kom. Nou, opa, dat gebeurt zo vaak, hoor. En zeker bij Rick, hè, Rick? Toen is ze opgefokt, Annabel. Oh, nou, sorry, hoor. Ik hoor het alweer. Humeurtje, zeg. Was ze zo lelijk? Nee, nou, dat weet ik eigenlijk niet precies. Hoezo? Heb je de date blind gehouden of zo? Ja, of was ze niet komen opdagen? Jawel, maar ik heb er niet zo'n verstand van. Oh, nou, dat is weer iets nieuws. Rick die geen verstand heeft aan mooie vrouwen. Het was geen vrouw. Het is heel goed dat jij alleen het innerlijk... Wat zei? Het was geen vrouw, maar een man. Een man? Sanne blijkt ook een jongensnaam te zijn. Oh, en hij schreef dat hij blond viel. Was ik maar gegaan. Zeg, jij hebt Piet. Ja, maar Piet heeft ook wel eens nachtdienst. Hé, doe alsjeblieft niet aan het ontbijt dat soort opmerkingen. Daar word ik ongelooflijk zenuwachtig van. Opa, het was maar een grapje, hoor. Ja. Daar hoef je niet zenuwachtig van te worden. Ja, maar in die andere tijd die mij wordt voorgehouden steeds... weet ik niet of een grapje is of niet. Doe jij nou niet net of jij zo'n heilig boontje was in jouw tijd? We weten allemaal dat jij flink rondgerommeld hebt, hoor. Ja, voordat die oma ontmoette, hoor. Tuurlijk. In mijn tijd deed je bepaalde dingen wel. En bepaalde dingen niet. Niet waar, Willem? Ja, dat is absoluut waar, hoor. Alleen, we spraken er later nooit meer over, hè? Ja, ja, dat was... Overigens had het weinig uitgemaakt, hoor, als jij was gegaan, Anna. Sanne is een nicht. Een nicht? Weet je dat zeker? Heel zeker. Nou, dat moet er van jouw kant zijn, Willem. Ik heb geen nicht. Behalve tante Tip. Opa, Sanne is homo. Oh, Rick, joh, dat is te gek. Je moet inderdaad alles een keer uitproberen in het leven. Maar ik moet er niet aan denken, dat heb ik hem gewoon gezegd ook. Heb je hem dat gewoon gezegd? Ja, had ik het ongewoon moeten zeggen dan? Nee, maar wat zei hij toen? Dat niemand volmaakt was. En toen hebben we nog gezellig een pilsje gedronken en een uurtje zitten ouwe nelen. Ouwe nelen? Wat is dat? Dat is een net woord voor ouwe hoeren als opa Harry in de buurt is. Oh. Hebben jullie tijdens dat ouwe nelen ook nog over dat cd'tje gehad? Of was dat van de baan? Nee, helemaal niet. Hij komt vanmiddag luisteren en dan nemen we een beslissing. Hallo, hier is Harry. Hoi. Ja, ik weet wel dat het een beetje vroeg is voor de zondagmorgen. Maar kijk eens, meneer Buijs, wat ik hier heb. Een hartstikke mooi snoekbaars hier voor je. Nou, je hebt wat gemist hoor, Willem. Wat een weertje. Harry, ik wil het graag geloven, maar een keertje uitslapen op de zondagochtend is ook niet weg. Jongen, het is inderdaad een prachtig visje, meneer Stevens. Heel hartelijk dank voor uw koffie. Hoe rijdt hij het zo, hè? Ja. Telepathie, Har. Het is een gave. Heb je al gegeten? Nee. Maar nou, je zegt eigenlijk nog niet nee. Wel goed voor uzelf zorgen hoor, nu Nicole er niet is. Ah, maar dat doet ik hoor. Maak je maar geen zorgen. Heb je een bordje? Ja, natuurlijk. Telepathie. Kijk eens,
Met zijn vork. Oh, mes is genoeg hoor. Hij gaat mij in de boter is, zeg ik. Wat worst of kaas? Kaas. Hey, zeg, hoe was je blind date eigenlijk? En heb je dat cd'tje nog een beetje kunnen regelen? Ja, gaan we vanmiddag over praten. Oh, en was het een lekker wijfie? Nee, Sanne is een nicht. Oh, ja. Ook helemaal niet verkeerd, toch? Wat bedoelt u daar nou mee? He, nou ja, weinig complicaties zal ik maar zeggen. Of zie ik dat nou verkeerd? Nee, Harry, dat zien jij heel goed. Nou, smakelijk. Ja, smakelijk. Ja. Ah, meneer Stevens, u bent er nog steeds. Doe maar plezier. Ja, nee, meneer Buijs, waar ik eigenlijk vanmorgen voor kwam... Ja, voor het ontbijt, dat weet ik. Maar de lunch wordt pas om 12:30 geserveerd. Maar als u vast daar wil gaan zitten... Nee, ik kan best even wachten. Nee, wat ik zeggen wou... Kijk... Ja, een beetje vlug. Ik ben aan het werk. Ja, dat zie ik wel, natuurlijk. Oh. Nee, ik ben zo weer weg. Nee, kijk, het gaat over gisteren, weet je wel. Die sojaburgers van Anna. Ja. Nou, wat vond u daar nou van? Nou, ja, ik weet niet. Hè. Het deed me een beetje denken aan eikeltjes koffie. Heel gezond, maar weinig smaak. Ja, nou. Tering. Ja, nou, eikeltjes. Ja. Nee, wat is er nou? Wat, er is iets. Wat voor de draad ermee? Nou, ik ken u nou niet iets verzinnen of zo, hè? U als chef-kok zijnde, aan de smaak bedoel ik, hè? Oh, maar ja, dat wil ik best doen, ja. Oh, maar natuurlijk, u gaat ze verkopen in de hapkar. Ja. U had een doosje gekocht. Eén doosje? Nee, 50 doosjes. Ja, met een beetje waterschade. Alleen aan de buitenkant natuurlijk. En in ieder doosje heeft 12 hamburgers. 600 sojaburgers? Doe mij nou een lol en doe er nou even wat aan. Ja. Ik had al zo'n voorgevoel, hè. Ik wist het. Daarom neemt u dat prachtige visje voor mij mee. Ik wist dat er een addertje onder het gras zat. Nou ja, als ik u was, zou ik ze doorverkopen aan Jopie. Aan Jopie? Ja, maar wat moet Jopie nou met 50 doosjes namaken, hamburgers? Nou, weer doorverkopen met winst. Dat soort dingen is toch niet om te eten? Dat is van de handel. Oh, kijk, dat is een doordenkertje, zeg. Ja. Hey. Nou, dat is een goed idee. Ik ga het gelijk even Jopie bellen. Ja, doet u dat maar onmiddellijk, hè? Want ik kan ik doorgaan met het... Ja, en dan zal ik de muziek even weer wat harder zetten. Trouwens, oh, yeah. Dat is wel een heel mooi muziekje, hè? Van de Carmina Burana van Orff. Huh? Maar meneer Stevens... Dat u dat hoort. Dat hoort ik niet. Dat zie ik net op de hoesie. Leuk hoor. Leuk. Schiet op. You can only see your ups when there's a difference in pain. But a town will never make me back a proper fight. Hey, ben je al begonnen? Moet je niet wachten op de jongen? Nee, ik zet het bandje op scherp. Dan hoef ik straks alleen maar op play te drukken. Bloemetje uit eigen tuin. Voor de sfeer. Is dat niet een beetje wijverig? Wijverig? Bloemen? Ja, ik bedoel, denk je dan niet dat hij zal denken omdat ik ach, denk dat... Alsjeblieft, Rick, je moet niet zoveel denken. Of je nou blank, bruin, zwart, homo of lesbisch bent, bloemen is toch altijd goed? Ja, oké, laat maar staan dan. Nou, je enthousiasme is hartverwarmend. Succes, hè? Ja, opa, het is ook leuk voor jou natuurlijk, hè, om straks tegen die honderden journalisten te kunnen zeggen... als dit een wereldhit is geworden, ik ben zijn opa! Ja, zo mag ik het horen, jongen! Positief blijven denken, Rick. Uitstekend! Wat lul je nou toch, Joop? Leg toch niet zo dwars, jongen. Dit is handel. Je kan het voor 10 meijer hebben, heb je op je sloffen voor 2 meijer winst. Hè? Ja, Joop, er zijn toch wel andere plaatsen in België dan Jezus Eik, niet? Oh, ogenblikje, blijf je even hangen. Dag, hey, meneer. Hallo. Ik ben Sanne, is Rick thuis? Sorry dat ik zo raar kon binnenvallen. Rick had gezegd dat ik mijn fiets wel even in de tuin kon zetten. Ja, nee, groot gelijk, tuurlijk. Want dan ben je niet zo in de weer met al die kettingen en sloten natuurlijk. Zo, dus... jij bent dus die Sanne. Ja. En jij bent... jullie hebben een cd'tje gemaakt. Ja, en ik ben homoseksueel, ja. Oh, geinig. Geinig? Ja. Ja, ik had me jou anders voorgesteld. Met getoupeerd haar en een roze angora truitje waarschijnlijk. Nee, je moet me natuurlijk niet verkeerd begrijpen. Natuurlijk. Nee hoor, ik begrijp helemaal niet verkeerd. Ik had me ook heel anders voorgesteld. Oh ja, heeft Rick het over mij gehad als zijn dus een manager of zo? Nee, van een manager weet ik niks.
Hij zei me dat u Europarlementariër bent in Brussel. Ik joh, hij lijkt toch op, dat is zijn vader, joh. Nee, ik ben gewoon een vriend van zijn opa. Nou, ik zal je de weg even wijzen. Maar dit is wel helemaal boven, hoor. Nee. Kijk. Hé, wat hebben we nou? Hallo, wat zeg je, man? Oh, yes, ja. Meneer Stevens! Keuring, Jopie. Helemaal vergeten. Hallo. Nee, ik ben het nog steeds, hoor. Nee, de pleurisleider komt eraan, alsjeblieft. That's it. Ja, het is te gek, Rick, absoluut. Het is natuurlijk nog maar een eigen opname, hè? Maar daar luister ik wel doorheen. Hoe is die tekst? Ook voor mij. Is helemaal niet verkeerd. Ja, dank je. Hey, wat denk je? Zit er een cd'tje in? Dat denk ik zeker. Ja, we kunnen wel een keer een proefopname maken als je dat wilt. Ik wel, wanneer? Vanavond na 10 uur staat de studio leeg, dus... Nu niet meer. Oké, afgesproken. Waanzinnig, ik ga gelijk de jongens van de band even bellen. Mooie bloemen zijn dat. Ja, mijn opa kweekt ze zelf in zijn eigen kastje, maar ik weet niet precies hoe ze heten. Ah. Hoi, met mij! Hey, moet je luisteren, goed nieuws! Hey, garnaal, jongen, wat hebben we jou lang niet gezien? Kom binnen. Nee. Kom binnen. Ik moest nog een paar parkeerovertredingen uitzitten. Ja. Waarmee kunnen we u van dienst zijn? We hebben niet veel tijd, want het ontbijt is altijd spitsuur hier. Ik ben zo weer weg. U bent toch aandeelhouder van Harry's Hop? Ja, inderdaad. Ja. Is er iets mis? Nee, niks hoor. Nee, ik heb iets prachtigs voor u. En 100% legaal. 50 dosis sojaburgers. Dat wordt helemaal de trend in het jaar 2000, zegt Jopie. Ja, met een klein beetje waterschade zeker. Oh, alleen op de verpakking. Ja. Nou, voor dat soort dingen moet u bij mijn chef inkoper zijn. Ja, de heer Harry Stevens, u wel bekend natuurlijk. Ja, en ik denk zeker te weten dat hij niet zo erg geïnteresseerd is in een partij sojaburgers. Oh, maar Jopie dacht zeker te weten dat u wel geïnteresseerd zou zijn in deze handel. Ja, maar ik denk zeker te weten dat hij absoluut niet geïnteresseerd is in deze handel. Ja. Nou ja, dat is dan heel erg spijtig, hè? Ja. Dan gaat dit er maar weer gauw vandoor. Ja. Toch nog maar even langs Harry. Nog een prettige dag verder. Ja hoor, en goede zaak, hè? Ja, met... Zeg, Willem, hoe vind je die? Sorry, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Zo. Nou, dat was een latertje, hè, gisteravond. Nou, een uurtje of twee. Half vier. Ik werd wakker en ik keek op de klok. Zo, maar het was echt niet normaal, joh. Rick Eddie heeft nog nooit zo waanzinnig gespeeld, hè, Sanne? Ja, het is echt te gek. Ja. Oppas, Sanne is bij mij blijven slapen. Op het matrasje aan het voeteind. Maar natuurlijk, jongen. Daar hebben al zoveel vriendjes geslapen. Ja, zijn fiets stond nog hier en het was al laat. Nee, je hebt gelijk, joh. Heel verstandig. Oh, nou, tof dat jullie er zo over denken, hè, Sanne? Ja. Van een hele andere generatie en dan toch niet zeuren als ik bij je blijf slapen. Hè? Oh! Ja, wacht eens even. Nou, begrijp ik hem. Sanne is homoseksueel. Zo, het muntje valt. Ja. Homoseksueel? Maar wacht eens even, Johan. Dan moet jij voortaan bij Anna slapen, hè? Nou ja, open douche. Nee, nee, nou. Nee, grapje. Nou. Aan de andere tijd, uit een andere tijd, grapje. Wat heb je nou gedaan? Wie wordt hier aangeduid met I, meneer Stevens? De garnaal is hier geweest met dat partijtje sojaburgers. Ja, ik heb hem doorgestuurd naar u. Dat had u nou niet moeten doen. Waarom niet? U had ze zelf moeten kopen en dan weer doorverkopen aan mij met winst. Ik was net zo blij dat we er vanaf waren, zegt het is niet te eten. Ja, wat doet dat dan nou toen u hebt zelf gezegd tegen mij? Die dingen zijn niet om te eten, maar voor de handel. Ja.